Een fundamenteel debat over de vraag hoe we de hoge immigratie het hoofd gaan bieden als klein en dichtbevolkt land moeten we niet langer uit de weg gaan. Voorzitter, ik dank u zeer voor het woord. Allereerst ook vanaf deze plaats felicitaties aan collega Boulakyar voor zijn mooie persoonlijke medisch speech. Op een relevant thema inderdaad, ja. Mevrouw de voorzitter, je zult maar starter zijn en al jarenlang wachten op een sociale woning, huurwoning. En in de wijk komt een huis vrij, eindelijk. Maar helaas, je hebt er niets aan, want een paar dagen later neemt een statushouder daarin zijn intrek. Voorzitter, de hoge asielinstroom en de krapte op de woningmarkt zorgen voor enorme problemen en ze versterken elkaar ook nog eens een keer. Het is terecht dat er gesproken wordt over zowel een wooncrisis als een asielcrisis. Gemeenten en provincies moeten in allerijl op zoek naar opvangplekken voor asielzoekers. En ja, die zijn er eigenlijk niet. En daarom wil de SGP nu de grenzen sluiten voor mensen die in andere landen veilig zijn. En we zijn er nog niet vanaf van dat hele probleem, want het blijkt een structureel probleem te zijn. Een fundamenteel debat over de vraag hoe we de hoge immigratie het hoofd gaan bieden als klein en dichtbevolkt land moeten we niet langer uit de weg gaan. Voorzitter, natuurlijk wordt er over gesproken, natuurlijk worden stellingen betrokken. Dat blijft vanuit de loopgraven en wat ons betreft bezinnen we ons grondig op het beleid. Voorzitter, de woningzoekenden worden helaas de dupe van de asielcrisis. En laat helder zijn, de SGP vindt dat statushouders een dak boven hun hoofd verdienen. Maar in vrijwel alle gemeenten gaat een sociale huurwoning nog steeds met voorrang naar een statushouder in plaats van naar een jong gezin. En dat is naar onze overtuiging niet uit te leggen. En wat de SGP betreft kan dat ook best wat soberder. En zo kent u ons trouwens ook wel, denk ik. Veel meer inzetten op kantoorgebouwen, semi-permanente woonunits, niet zelfstandige woonruimte waar meerdere statushouders ondergebracht kunnen worden. Dat zou een serieuze optie zijn. Deelt de minister dan wel de staatssecretaris dit? Sinds 2017 zijn gemeenten niet meer verplicht statushouders een voorkeursbehandeling te geven. Er is slechts een handjevol gemeenten dat statushouders ondertussen niet meer aanmerkt als urgentiecategorie. En mijn vraag aan het kabinet is, kan het kabinet aangeven waar dit in zit? En hoe gaat het kabinet de gemeente aanmoedigen alsnog af te zien van dit voorkeursbeleid? Gemeenten die geen gebruik maken van dit voorkeursbeleid moeten dan wel weer in de huisvestingsverordening vastleggen hoe ze aan hun taakstelling invulling geven. En mijn vraag als follow-up hierop, werkt deze bepaling niet belemmerend bij het afschaffen van die urgentiebepaling? En dan kijken we vooruit naar het jaar 2022, voorzitter. Het COA verwacht volgend jaar op zijn minst 42.000 asielopvangplekken nodig te hebben. En dan heeft men nog een optimistische bril op. Concrete vraag aan de staatssecretaris. Hoe staat het nu met de huurcontracten van het COA die binnenkort aflopen? Om hoeveel opvangplekken gaat het? En hoe bereidt de staatssecretaris zich voor op een minder rooskleurige scenario's? Voorzitter, de COA-bestuursvoorzitter Schoenmaker zei recent in Trouw, we willen af van het jojo-beleid. En daar ben ik het hartgrondig mee eens. Ik heb daar eerder voor gepleit. We zeggen al sinds 2015, investeer nou permanent in die asielketen. Helaas laveren we al jarenlang op de golven van een stuurloos proces, lijkt het af en toe wel. We volgen de markt of de pieken en de dalen. Kennis en expertise is verloren gegaan sinds de vorige asielcrisis en regie en visie ontbreken. We moeten tot onze teleurstelling constateren en daarom doet de SGP drie voorstellen. In de eerste plaats creëer een centraal kenniscentrum, permanent kenniscentrum waar alle relevante data en kennis beschikbaar is. Dat is nu heel erg verdeeld over allerlei instanties. Ten tweede, zorg voor meer geld en personeel, zodat de keten tegen een stootje kan en je niet afhankelijk bent van de pieken en de dalen in het aanbod. En ten derde, richt een speciaal crisisteam in voor situaties waarin sprake is van een onverwachte grote toename van asielzoekers. Voorzitter, dat zijn de drie voorstellen waar ik graag nog een reactie op zou wensen.
En ik zie de beantwoording met vreugde tegemoet. Dank u zeer. Dank u wel. Torentje zit minister-president Mark Rutte achter zijn bureau. Zijn gezicht staat ernstig. Ondanks al het gejubel in Den Haag is het niet zo vreemd dat het borrelt en broeit in het land. Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Ik ben witheet. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Wij zijn geen collega's. We zijn geen vrienden van elkaar. We zijn ambtsgenoten.